De bekende Nederlands-Surinaamse kassico-sanger Marjano Leijman is vandaag plotseling overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend. Volgens personen dicht bij de familie was de zanger thuis en voelde hij zich plotseling onwel. Hij stierf kort daarna. Het stoffelijk overschot van Leijman is door de politie in beslag genomen voor abductie. Leijman was in Suriname in het kader van het 25-jarig bestaan van zijn band, de Gabiang Boys, om een aantal optredens te verzorgen. De welkomstparty was op 26 december in het Flamboyant Park. Lehman was jarenlang de voorzanger en het gezicht van de Gabiang Boys, waarmee hij in de jaren 90 en begin 2000 zowel nationaal als internationaal furoren heeft gemaakt. De populaire casico had de band in 2009 om persoonlijke redenen de rug toegekeerd. In 2016 besloot Lehman zich weer aan te sluiten bij de Gabiang Boys. Het voelt weer als thuiskomen, had hij aan diverse media laten weten. Leyman besloot uit de band te stappen uit persoonlijke redenen en sloot zich kort daarna aan bij de Cacico-band De Zware Boys, De Zware Guys. En vormde later zijn eigen band The Legends. Zijn bekendste, tevens grootste hit met Gabby Young Boys is 100%. Marciano Leijman is ook topvoetballer geweest in de jaren 80 en 90. Hij was een gevreesde spits voor zowel Transvaal als de nationale selectie. In die periode was Leijman reeds actief in de Surinaamse kazzikom-muziek. Toen verwerf hij reeds naamsbekendheid met Live Mo'bradi Banti waarmee hij de hit Dikki Bolu scoorde. Marciano Leijman is 47 jaar geworden.